Hey kijkers van The Savage Games, welkom bij deel 3 alweer van Containment Survival met Rutje. Hallo. Hi. Yo. En Pieter ergens, waar de fuck die jongen mag zijn. Waar is Pieter? Heb jij Pieter gezien? Pieter! Pieter zit vast waarschijnlijk in het grotje. Nee. Nee, ik weet het niet. Hè? Waar is Pieter? Pieter is gone. Ik pak in ieder geval eerst mijn tools even. Pieter komt zo meteen wel durpen, denk ik. Is in één keer, haha, is die Pieter daar. Is typisch Pieter. Wat heb ik nog meer nodig? Ja, eten is echt een probleem, jongens. Ja. Eten wordt... Maar je vergeet die andere diamond stukken die we nog hebben, hè? Hier al. Nee, die vergeet ik niet. Oh, oké. Okay. Wow, ik hoor een explosie. Waarschijnlijk is Pieter in de buurt. Die gaan we nou even pakken, joh. Maakt uit. Op de tijd zat. Diamonds, dank u. Helpen we nog meer? Ja, je had een paar, had je helaas... Heb ik helemaal niet gedaan. Oh, nee. Dat was helemaal niet zo. Nee, je hebt gelijk. Kom je erbij. Nee, maar klopt. Een paar had ik per ongeluk gemold. Ter test. Om even te kijken of het, ja, wel klopte. Wat gaan we hier eigenlijk van maken, jongens? Gaan we hier de tools van maken? Of wapens? Of gear? Of wat doen we? Ik zou zeggen, aangezien de moeilijkheid omhoog gaat... Ja? Zou ik zeggen voor armor. Ja. Maar ja, dat kost veel meer diamond. Ja, maar ja zoveel hebben we niet, hoor. Want nee. Ik heb hier... ik heb nou 7 diamonds en dat is het enige wat ik weet te vinden. Ik like 3 zwaarden maken. Dat is wel precies genoeg voor ons drieën. Maar ja. Maar we hebben dit ook nog helemaal niet helemaal uitgekampt volgens mij. Nee. Ik hoor een mini zombie. Die vind ik al zo schijt vervelend die. I'm out. ik volg je wel. Geef je rugdekking. En hier zit dat water. Nee, volgens mij, ik kan wel verder gaan graven, maar volgens mij zijn we wel door de diamonds heen. En ik denk dat iemand die hier echt dagen tijd aan besteedt, nog veel meer gaat vinden. Want voor mij zit in elke biome zit wel ergens diamonds verscholen. Maar de vraag is of het aan ons besteed is om dat te gaan doen. Nee, toch? Waar is Pieter trouwens? Ja, die is nog steeds pleiten. Hij zegt ook niks. Hij zit Pieter is pleiten. Pieter zit te campen ergens. Nou, nee. Oh, hey, Pieter! Gozer, zitten mini zombies in? Nee, onze loontest waar? Is... We, ja, hier. Kom eraan, waar? Ja, hier. We hebben ons gat niet afgedicht. Ja, kom dan, zombies. Ja, ik heb gered. Ik heb ze gered. Okay. Jongens, ik heb weer een deurtje. Gejunkerd. Oh, al die zombies, jongens. Waar komen ze vandaan? Hoe komen jongens, er vanaf? Jongens, kom, we gaan even weer. Kom, nee, helemaal niet. We gaan vechten. Ja, waar gaan we heen? Nee, maar volg mij eens. Ik heb iets nieuws gevonden. Ja, maar hebben we dan hout meegenomen en dat soort dingen? Nee. Kom maar. Nee. Creepers! Oké, jongens, kom. En... Wow, nog één! Ah! Wat? Ik pak je spullen voordat het weg explodeert. Ja, doe maar. Jongens? Oh god, ik zit hier alweer onder de creepers. Nee! overal... Zombies hier bij de spawn. Oké, ik ben weg. Kunnen we daar niet even blokken plaatsen of zo? Ja, doe maar. Even afdichten, want daar spawnen ze zeker al. Ja. Dus kijk, ik doe even die diamond doe ik allemaal in de chest hoor. Voordat we dat kwijt zijn, dan zouden ze rete zonde zijn. Maar gaan ze allemaal... Als ze gaan allemaal naar die villager, Pieter. Hou ze tegen. Pieter, ik heb geen zwaard. Pieter, ik snel. Ik heb geen zwaard. Niet... Nee, ga weg. Blijf hier weg. Ga weg bij de villager. Dat was Pieter. Ik zie het. Ik pak de spullen op. Pak hem. Oké. Jongens. Ik heb wat gevonden. En we kunnen verder. Nee, we kunnen niet verder, Pieter. Snap dat dan. We kunnen wel. Nee, we moeten verder. We moeten hier niet nog langer blijven. Want zo gaan we dood continu. Gaan we iedere keer dood al die zombies. We moeten dan alle spullen pakken en verder naar de volgende kamer. Deze kamer gewoon dicht houden. Luister dan maar naar mij. Ja, maar hier zitten veel te veel resources. Als we dit nou gewoon goed belichten. Luister dan maar naar mij. Waar zijn mijn torches? Pak eens zwaard, pak ja, ik heb het allemaal terug in. Oh wacht, nee, die zitten natuurlijk bij mij opgestekt. Hier, 10 torches. Dank u. En mijn ijzeren pickaxe? Die heb ik hierin gezet. Jongens, chest. Kom nou. Ik heb wat... Maar die is goed. Oh nee, daar is die. Waar? Derde rij, mee in bijna links. Ik heb hem. Ja, Pieter wil heel graag iets uitleggen. Want eigenlijk heeft hij weer een hek gevonden. Nee, kijk, kom. Ja, laten we deze keer dan even torches plaatsen, niet als een stel idioot hier naar binnen gaan, want dat gaat steeds fout. Oh nee. Ik plaats torches, ja? Oké, jongens. Wacht even, Pieter. Het is niet veilig hier, Pieter. Je,
Je wil veel te graag. Je bent net zo'n puppy die graag... Ja, vertel verder. Ja, ik... Oké. Okay. Oké, okay, jongens. Zijn jullie klaar? Ja, wat heb je? Ja, dat mag niet. Dat hoor je toch? We gaan gewoon kijken. Dit is een swamp, hè? Hier is een huisje. Oeh, daar ben je ook nog helemaal niet geweest, zo te zien. Nee. Nee. Met een witch spawner hier links, dus kijk uit. Stress potion of poison, een creeper head, 3 keer raw fish, een fishing rod en... Oh mijn god, kijk, jongens. Ja? Ik heb een hoofd. Prachtig! Zat er nog wat in die ogen? Jongens? Nee. Nee, er zat niks in helaas. Gaan we hier nog even een fakkeltje plaatsen? Denk het wel, hè? Ja, er zit daar een spawner voor witches. Waar? Hier, sta je bovenop. Hoe weet je dat een witch spawner? Oh, dat kun je zien. Slim! Oké, okay, nou, we mogen de ruins niet mollen, dus dat gaan we ook vooral niet doen. Ja, dit was waarschijnlijk de snelste biome ooit, maar oké. Okay. Kan eraan. Langzaam maar zeker. En wat hebben we nodig voor deze naar links, Pieter? Want die is echt super groot. Hier hebben we nodig... Dan we eerder naar deze toe willen, die grotere. Nee, want deze houdt ergens op een keer. Ik wil deze, dit is de woestijn. Hier zit je Nava, I must get them. Level 15. Level chunker. Ja, level chunker. Meens. Oh, sorry. Ik ga een button maken, ik ben zo terug. Ja, doe maar. Dan gaan wij hier even verder kijken. Het voelt een beetje raar dat wij het allemaal... Karma? Hoe komen we aan karma? Ik vind het raar. We hebben geen karma nodig, we hebben chunker karma nodig. Ja, maar als wij dat doen, dan kunnen we net zo goed gewoon dit weghakken. Ja. Nee. Ik wil het wel op de chunker manier spelen. Ja, maar dat is ook cheaten. Ja. Nee, want ik speel het via de regels. De regels hebben namelijk niet dat jij niet de dirt rond die dingen mag weghakken. Nee, oké, okay, maar... Ik heb het idee dat die de hele tijd nog mob spannen, joh. Ik vertrouw het voor geen meter. Ja, we zouden toch die varken doorfokken? Nee, joh. Gaan we lekker in de oven stoppen. Mmm, lekker! Dus we gaan geen intilt kweken? Zo, deze muziek, joh. Jezus. Ja, het gaat op een gegeven moment gaat het los, hè? Dank ja. Je. 1 button. Weet je wat? Ik maak gewoon een hele stack aan buttons. Hoppakee, leverage, alles. Ik, Oké, okay, wie is onze beste PvP'er vandaag? Ik ben helemaal hyped. Gooi dat zwaard, maar ik ga wel. Ik ren wel. Oké, okay, die. En je hebt die. Dit. Pak zwaard. Oh, ik pak ook wat op. Sorry. Waarom kun je dat ding niet oppakken, Pieter? Gooi maar dat zwaard maar. Ja, maar onze villager wordt aangevallen. Je staat op een chestplate. Waar is onze villager? Ja, hier, hou maar. Dat heb ik echt niet nodig. Ja, nee, pak het gewoon. Maak het uit. Ik red me zo wel. Wacht maar. Wat doet die villager nou weer? Wat is hij aan het doen? Hé, hey, villager. Jij zorgt alleen maar voor problemen hier. Wat doe je, Pieter? Pieter, wat doe je? Wat doe je, Pieter? Waarom sla je hem af? Waarom zou je dat doen? Pieter, hij heeft 100.000 health. Nee, dat heeft hij niet. Hij gaat gewoon dood. Gewoon. Ga! Stop met een gat. Stop met een gat. Ik heb lava. Kom goed. Pieter. 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 Ah! Oké, dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken, hè? Is hout. Boom. Hij klimt er gewoon uit, de slimmerik. Nou ja, dit is onze mascotte, denk ik. Ja, dit is... Gooi maar in de volgende open, Pieter, want ik ben er wel klaar mee. Volgende open, ja? Ja. Ja. Oké, okay, it's chunker time. Oh god. Oh god. Als hij dat soort dingen zegt, dan weet je vaak dat het helemaal fout gaat. Oh, nee, dit gaat perfect. Hier zo, dan gaan we hier eentje naar beneden voor mij. Dan kan ik zo, dan kan ik hierbij, dan haal ik deze weg, dan haal ik die weg. Dan haal ik die weg, dan haal ik die weg, dan haal ik... Die weg. We hebben dit blokje. Die activeren we. Waar ben je heen gegaan, Pieter? Jij gooit nou de woestijn open, toch? Nee hoor. Die is nog dicht. Ja, nog wel. Maar ik zag dat je hem open deed. You ready? Nee. Hier, alsjeblieft. Nee, gast. Dat hoef ik echt niet. Je moet. Gooi open. Okay. Doe open dat ding. Charge! Sparta! Oh, dat was het al. Spin. Oeh, hey, nieuwe muziek. Hoor je dit? Nee, helaas niet. Ik wel. En allemaal cool hier al. Kom eens hier, David, kom eens hier, kom kijken. Hier, check dit. Next biome, wreck. Requirement, level 35. Danger, substantial.
Oeh. Ik zeg hack maar, Pieter Code. Nee. Wat ik eerst ga doen, ik bedoel, er spannen geen zombies uit die... Oh, wacht eens even, kom eens hier. Ik ga even het regelen, wacht maar, jongens. Ik zie hier een thirsty testificate. Heb je weer een villager? Ja. Waar? Hier? Kom eraan, waar? Oh. Hier. Hij is dorstig en wat? Ik ben poisoned! Eindelijk! Een waterbottle, die maken we met glas, toch? Ja, en dat kunnen we natuurlijk met dit maken. En, hey, zand. En we hebben hier ook genoeg kool die... Oh, is al uitgemaaid. Ik heb hier de spanners opgelost. Hou allemaal bij. Jongens, ja, spanners werken weer. Spanners werken? Hoe kan het dan? Iemand had op het easy knopje gedrukt in die span, dus ik ben er even naartoe gerend. Ik heb het nou op medium gezet. Oh. Dankjewel, Pieter. Alsjeblieft, ik heb het wat moeilijker gemaakt, maar het is zo simpel nu. Oké, we gaan dan, omdat Pieter niet meer vanaf daar wil werken, gaan we het hier maken, ons huisje. Ons nieuwe huisje. Ik vind het hier ook wat vrolijker, ik weet niet. Wat? Ik word hier zwaar depressief. Oh. Wow, David, check dit. Wat is er, jongen? Daar zit geheid iets. Hier. Oh, wacht, neem een fakkel mee. Vang! Ik heb geen fakkels. Oh, what the fuck, dit is een... Wacht. Nee, is dit een catacombe? Nee, wacht, je ziet nog niks. Laat mij doen. Oké, jongens, we zijn afgedwaald in de catacombes. We zijn hier beneden. Ik zie hier allemaal grote, diepe gangen. Ik zie hier ook een kistje. Ik ga deze kist openmaken. Deze kist bevat botten van waarschijnlijk iemand die doodgegaan is. En een potato. Schijnbaar houden ze vroeger ook op potatoes. Als jullie nou even eerst wat kool brengen, dat zou chill zijn. Ik ga dieper, jongens. Kool? Hij gaat dieper, jongens. Oh nee, jongens. Enderman. Is dood. Oké, jij wil kool hebben? Waarom kijk je de Enderman aan? Ja, kool. Ik kijk ze niet aan. Hij kijkt ze niet aan, hoor. Nee. Waar is hij ingegaan? Is een gat hier dan. Zullen we hem eruit halen? Ik heb eten nodig en zo. Pieter, ja. We hebben een uitgang. Ik ben... Oké, jongens, dit was Tunker vanuit de cave. Ik heb het helaas niet overleefd. Zoveel zombies. What the fuck? Zal ik die enderman aanvallen? Nee! Als je die enderman aanvalt, dan worden ze heel erg boos. Nee, wat we gaan doen? We gaan een trappetje naar beneden maken. Ja, maar dan komen ze ook naar boven, hè? Maar, nee, maar niet echt een trappetje. Kijk, als je hierop gaat staan, kun je ze slaan. Wat zat er in die kist beneden, Pieter? Ik heb nog niet gekeken, denk ik. Beneden heb ik niet gezien nog. Kun jij eens wat fakkels regelen? Waaah! Pieter, what the fuck? En nou is de Enderman boos. Dankjewel. Nou, ik ga even verder. Volgens mij heb ik een pijl elkaar gekeken. Nou, ik sla ze gewoon dood, jammer dan. We hebben fakkels nodig, zodat ze hier niet meer spawnen. Ja, ik heb hier 6 fakkels nog. Ik weet niet alleen wat we er aan hebben, maar... Ik vind het een beetje verontrustend dat, ja. Wat vind je verontrustend? Die Enderman. Ja, maar die Enderman die gaat al weg. Die kunnen niet zoveel in deze ruimte. Nee, oké, dan zitten ze heel snel vast natuurlijk. Oké, jongens, ik ben weer terug vanuit de dood opgestaan, magisch en zo. Ja, maar Pieter, je leidt ons alleen maar af, want wij zijn hier echt aan het werk. Moet je kijken. Wow. Goed zo. Ik heb al 1 spanner kapot en er gaat nou een 2. God, daar zit hij er weer, hoor. Ja, ik heb nou een Diamond Sword, dus ik ga ze allemaal slaan. Hoeveel deaths heb ik? Oh, wat, ik heb al 6 deaths, jongens. Well, that escalated quickly. Waar zit die volgende spanner, jongens? Even kijken. Maar, jongens. Ja? Er is hier trouwens al redelijk wat eten. Geen mening. Wat zei je, Pieter? Ik ga wat eten meenemen en zo. En seeds. Ja, doe eens. Dan gaan wij jouw rommel even opruimen hier, ja? Nou, dankjewel dat je mijn rommel wil opruimen, David. Dat vind ik heel erg aardig van je. En... Oh, wacht. Ik sla met een vis. Dat werkt niet. Hop. Dat is de volgende. Zijn er nog meer, Richie?
Niet dat ik kan zien. Weet je wat? Nee, wacht. Ik heb veel te veel spullen. Ja, daar zit ook echt nog wel wat, hoor. Ja. Oh, dit wordt een probleem. Want hoe kunnen we eruit straks? Ah, jong. We kunnen er niet uit. No. Ik kan je helpen. Ik kan je helpen. Nee, maar voor mij spant er niks meer. We moeten alleen even fakkels hebben. Dus voordat je nou weer als een idioot hier naartoe rent. Kom even met fakkels. Ik heb er 6. Oh, nou als je die nou plaatst. Dan zijn... Oh, nee. Daar zit sowieso nog een spanner, joh. Moet je kijken. Er komen er 2 vandaan. Ja. Zal ik gewoon inspringen anders? Ja, ik spring erin. Ik help je wel mee, fuck it. Wat? Waar komt de zand van denk ik vandaan? Je blokkeert het af. Pieter, wat doe je? Misschien zit er wel loot. Daarachter zit een spanner. Jij wil alleen de loot pakken. Nee, eerst die spanner afsluiten. Hier zit een spanner, waar? Achter het zand. Ja, nou ja. Ja, maar haal hem gewoon weg. Dat komt goed. Zijn met z'n 2, hè? We doen niet van de... God, gaat hier maar staan. Niet van de benauwde. Gewoon hakken. En... Hé, wat fuck, een trap naar beneden. Ja, maar laten we eerst even fakkels plaatsen hier. Oh, ja. Fakkel. Fakkel. Wat zit hieronder dan? Creepers. Heel veel mobs. Goud! Jongens, we hebben de gouden tempel gevonden. Nice. Yay. Ik heb alleen geen pikjes bij me. We kunnen hier ook naar beneden, schijnbaar. Nog verder. Waar is mijn... Oh, daar. Ja, dat kan inderdaad. Laten we dat vooral doen. Want het is dan vast niet gevaarlijk. Nee. Dit gaat goed, joh. Ja? Ga eens kijken dan, Pieter, daar. Ik heb geen zwaard meer. Nee, maar wat je dan... Nee, die heb ik opgepakt. Oh, sorry! Wat doe je? You are ruining everything. Als jullie nou... Waarom ga je daar een trappetje maken? Waarom niet hier? In de muur. Tunkelogics. Pieter, hier is je zwaard. Alsjeblieft. Dank je. Zo. En nou even rust. God, wat zijn jullie ook een stelletje. Jullie handentalers? Doen gewoon direct, hè. Nou, is het veilig? Ja, nu wel. Oh, kijk hier achter eens. Wat lief. Niet weghalen, dat zand nog. Nee, dat was ik ook niet van plan. Oh, er zit nog eentje. Doe eens fakkel plaatsen. Ergens, daar. Ik heb er nou een 3, hè? Dus, oh, what the fuck? Backstabber. Pieter, pak hem! Wat is dat? Wat is dat voor een beest? Hij is laat in plaats van... Ja, dat is een mega... Zo heet het zo. Wat? Jongens, dat is gewoon een wither. Ah! Wow! Aan de kant! Dat ding is OP! Ah! Nee! Waarom zijn jullie zo heftig allemaal met dat? Je moet het als tactisch aanpassen en niet rushen. Oké, stop. Maar nou zijn allemaal dood daar. Oké, even rustig. Even opnieuw inademen. Dit gaan we nu tactisch aanpakken. Ik ga niet meer Leroy Jenkinson. Ik ga gewoon rustig. Oké, dit kunnen we. Ik pak eerst even een pickaxe erbij. Ik ga eerst gewoon Leroy Jenkinson naar beneden om de spullen op te halen. Dan kom ik rennend terug. Hebben wij nog genoeg torch? Jo, we hebben nog wel genoeg van dat. Nou, maar als jij naar boven wacht, dan haal ik je spullen wel. Ben je al beneden dan? Ja, kijk maar. Waar zijn al onze sticks heen? Ik wil torches maken. Ja, dat kan niet, omdat sommige mensen, waardoor mijn geen namen, die gaan steeds YOLO naar beneden. Oh, dit gaat makkelijk. Nee, maar het zijn van die Wither Skeletons met een andere skin. Vandaar dat ze een zwaard hebben. Hadden we maar een zwaard. What the fuck doen ze? Waarom doen ze niks? Oh, nou wel! Wow! Rennen, Pieter. Kom eruit. Dat was een normale skeleton. En dat is een creeper. Oh, jezus, ja. En dat was een Pieter. Dat waren ook items. Oké. Dit moet ik slimmer gaan aanpakken. Ja, als je nou... Okay. Zijn al onze items weg? Nee, ik heb... Nee. Ik heb nu alles. Ik heb ook alles. Okay. Als ik nou eens even gewoon niet naar beneden ga. Gaat, ja. Nee. Als we het nou heel rustig aanpakken, dan gaat er eentje naar beneden. Ik wil het best doen. En dan ga ik eerst zorgen dat alle spawners weg zijn. En dan komen jullie naar beneden. Yo, het is hier volledig veilig hoor. Ik heb mijn gear weer redelijk terug. Ik ook. Ja, dan kom ik alleen ook aan. Bijvoorbeeld die chestplate, die is gewoon gone. Vanwege die creeper explosie. Sorry, het spijt me. En mijn iron pickaxe ook. Dus we kunnen het nu niet kapot maken. Ja, ik heb steen. Kan wel, want het doet alleen langer. Ja, maar ik heb een steen pickaxe die voor mij nog maar 1 keer iets kapot kan slaan. Um.
Dat is easy. Ja, als we fakkels hadden. Ja, ik heb er nu weer 3. Sla ze dan. Ja, kut, dan gaan we pickaxe. Ik heb geen pickaxe meer. Ik heb nog wel een pickaxe. Wacht even. Oh, dit wordt te druk. Oh god. Ik heb er een over spoed, man. Kap. Ja, hij moet mij hebben één hit en ik ben dood. Oké, ik fuck dit. Fuck dit. Echt waar. Klaar. Oké. Ik heb een waterbucket. Ja. Ja, daar kun je ze mee vertragen, maar... Ja, op zich. We hebben stokjes nodig. Ja, ik heb hier... Nee, ik heb geen stokjes. Oké, jongens. We moeten niet meer Pieter het plan laten maken. Nee, dat ben ik helemaal mee eens. Want Pieter wil alleen maar van... Ja, kom goed! En hij springt erin. Maar het... Oké. Ja, jullie hebben gelijk. Ik zal er niet meer zomaar in springen dan. Sorry. Graag. Maar er liggen nu wel diamonds beneden, dus die wil ik wel gaan halen. David, heb jij nog een zwaard? Voordat die items weg zijn. Ik heb een zwaard, maar geen pickaxe, dus je kan echt niks. Ik heb alleen maar een zwaard nodig, dat ik er heel snel in kan rennen. Gooi maar. Ja, alsjeblieft. Ik zou niet doodgaan deze keer. Ik heb even 3 wood gehakt. Ik ga er even sticks voor maken. Ik sta nou in die desert zometeen. Zonder fakkels. Ik ga wel terug fakkels halen, want dit is echt... Ja, ik ben nu fakkels aan het maken. Oké. Okay. Besef wel dat we allemaal diamonds en iron gear kwijt zijn nu, hè? Ja, zo hadden we heel veel en zo zijn we alles kwijt. Dat bedoel ik. En dit is echt, geloof mij, niet de moeilijkste dungeon die er gaat zijn. Oh, dat wordt nog wat. Ja, laten we... Pieter, jij moet je ook gewoon bij het eten houden. En niet gaan vechten en zo. Komt niet goed. Ik heb 20 fakkels hier. Heb je er ook 10? Ja, ik zit te denken wat we nog meer kunnen maken. We hebben 1 iron komen nog tekort. Godverdomme. Of 1 gold. Ik kan net geen pickaxe maken. Ja, je kan stone maken, maar ja. Oh, wacht. Nee, dat kan wel. Ik heb hier nog gold in zitten. Aha! En hier ook. Oké. Oh. Had je nog hout? Ja. Stokjes? Doe eens wat stokjes maken. Ja. Yeah. Dank u. Ah, de muziek begint weer. Oh, lekker. Ik maak even gewoon van steen even aan. In ieder geval wat ermee te verdedigen. Zo. Oh. En we hebben 2 hele kleine pickaxen van gold. Oh, die muziek. Die wil ik horen. Dit is echt al vechtmuziek dit hoor. Zo. Ja. Ja, we hadden nog zwaarden toch, Pieter? Ik heb nog een diamond sword inderdaad, ja. Awesome. Ik heb nog een stone sword. En een stone pickaxe. Dus ik heb in ieder geval wat. En titeltjes. Ons eten is ook gewoon bagger, hè, volgens mij. Ja, nou ja, kijk, het gaat eigenlijk nergens heen. Nou, wat je kan een fishing rod. Wat je kan doen is dit. Ik heb een nieuwe kist gevonden met erin wat gold en bones. En ik ga deze gewoon langzamerhand gehakt en deze gewoon afmaken, denk ik. Oké, hou ik je aan. Zo. Oké, ik ik farm het wel weer. Ja, en herplant dan vooral de seeds. Ja. On my way. Zo. Oh god. Gaat goed? Ja. Relatief goed. Oh. Alleen maak ik het grond kapot. Wie ik? Nee, we allebei. Nou ja, misschien dat ik het ook wel voornamelijk doe hoor. Zo, dit was het. Meer heb ik niet voor je. Ah, we hebben in ieder geval even nog wat. Pieter, ik kom eraan met een pickaxe. Maar die heb ik ook al. Oh, die heb je wel. Oké. Okay. Fakkels heb je die ook? Niet nodig. Oké. Okay. Is die kapot, die spanner? Er zijn er redelijk wat kapot, maar ik zie er nou 2. En ik ga nou over het dak heen met blokjes. Om ze stuk te maken. Oké. Okay. Maar het is heel spannend. Er zitten heel veel van die super sterke skeletons hier. Ja, dat zijn, zijn van die wither bitches, joh. Die zijn echt vies. Huh? Oh, ik had schijnbaar nog een pickaxe al die tijd. Ja, die heb ik nu in één keer. Die heb je hier gedropt.
Ja, ik kom eraan. Ik kom eraan, Pieter! Achter je, niet schrikken. Mooi zo. Ik hoor allemaal dode lijkjes hier. Kijk, uitkijken. Hier naar boven. Hier moet je de rand op. Hier zo. Oké. Kijk hier onder je. Kijk uit. Oh joh. Ja, maar ik heb jou mijn zwaard gegeven, hè? Dat weet je. Ja, daarom ga ik ook hier langs. Kijk. Wat slim. Heb je die kist al gehad hier? Ja. Alleen hier zit een spanner. Die ga ik nu stuk slaan. Moet je heel verwachten. Hij heeft een fakkel op zijn rug. Of zo. Ja, en op zijn kop ook nog. Oh. Onder je zit er een, Pieter. Meerdere. Ja, die wil ik dus... Daarom, ik moet hem laag daarvoor. Oh ja. Ja, pak hem! Kill it! Destroy! Hey! Is het nou veilig beneden? Ja, kijk uit, ik ga dit blokje wegslaan. Oh, staat er nog één, staat er nog één! Oh. Oh, ik kan hier ook nog eentje naar beneden volgens mij beneden. Zo. Ja, dan kan ik daarop gaan staan. Oh, er komen er heel veel uit. Wat? Ja, ik had het idee dat er... Ja. Kijk uit, ik ga deze wegslaan hier. Hoe? Hier is nog een spanner. Ik kan net recht in. Hier, vang deze pickaxe. Jij kan erbij. Ja, ik heb hem. Duurt even, maar dan heb ik... Oh, ik zit met een bloempje te slaan. Zo. Ha! Babam! In duo. We zijn echt perfect duo gewoon. Maar waarom gaat hij niet dood? Ja? Oké, wacht. Afsluiten die deur zo. Zo. Ik weet niet of... Ik heb niet veel zat brood. Wow! Check die kist maar eens, gast. Check die kist maar eens. Wow, redelijk. We hebben wortels. En ik pak dit zwaard, want je hebt een diamond en ik niet. Oh, wacht eventjes. Hier, David. Wat? Oh, je had er twee. Had ik opgepakt van op de grond. Oh, lekker. Sorry. Niet sorry voor te zeggen. Is alleen maar mooi. Oh, je gaat erin? Is er niks meer? Ja, ik hoor ze, Pieter. Er is er nog maar één. Pas op, Pieter, zijn er nog meer? Nee. Ik vond het wel spannend klinken als ik het zo heel erg enthousiast zei. Nou, we hebben dit in ieder geval overleefd. Maar dit wil je niet pakken, dit hier. Die was leeg, toch? Nee. Er zit een bot in. Oh, dan neem jij die lekker mee. Nee, joh, die gold nuggets, wat heb ik eraan? Nou, ik neem ze ook wel mee. Maar... Altijd handig. Zo, wij hebben gewoon je Nava verslagen. Wohoor. Nice. Zou wel een paar keer doodgaan in dat proces, maar... Ja, maar ja, kijk, we zijn met velen, wij zijn met weinig. Dat is waar. Waar moeten we heen? Hier. We gaan naar boven. Oh, creeper. Ik hoor ook creepers, ja. Creeper. Ritchie, what you doing? Boom. Ik heb de creeper opgegaan. Oh, er zit een hinderlaag voor jullie te wachten. Nothing we cannot handle. It's okay, my son. We got this. Wie wil privé in deze epic map en zo. Nou, mooi. Wat we dus even moeten doen is... wie heeft er... Please zeg dat iemand... Alsjeblieft. Van het spul heeft. Hoe heet het? Nee. Kop. Waarmee maak ik... Kool. Kool! Iemand? Kool. Oh ja, nee, ik heb kool hier. Die zit wel in een chest. Ja, gooi maar in de ding. Daar? Oh. Oké. Nou, hier is een gooi natuurlijk. Ja. Want wat gaan we nou maken, jongens? Met zand. We maken glas. En waarom doen we dat? Van Pieter, water. Pieter, had je dat gezien hier? Nee. Deze man. Je nieuwe beste vriend. Glas. Hier kreeg je karma halen. Ja! Kudos. Een waterbucket. Wacht, ik heb een waterbucket. Nee, je moest een waterbottle. Toch? Ja, je moet een waterbottle, ja. Pieter? Een waterbottle. Waterbottle. Maar wat de fuck is die zo doorzig van dan? Hier ligt water. Ja, het is gewoon een beetje een luie man. Ja. Nou ja, wij hebben kamer nodig. Ik weet, voor mij kan ik het al, Pieter. Kijk. Pieter, waar ben je? Hier, stop met rondrennen. Ja, hier. Kijk. Het is een potion. Ik weet niet wat het is. Regeneration, daar ben ik heel blij mee. Die heb ik nou opgedronken. En hop, dan gaan we er water in doen. En dan ga ik hem geven. Ja, ik heb hier ook. Goed zo. Drie. En ruil. Hey. Ha? Ja, haar. Oké. Zo. Dank u. En wat wil hij nog meer? Oh, een waterbucket. Ja, ik zie het. Wow! Christen zielen. Ja, die werd jaloers van aandacht natuurlijk. Huh? Heb ik nou kudo's? What the fuck? Waar is mijn fucking... Nou ja, zeg. Waar is dat botteltje gebleven?
Hè? Huh? Ik raap... Pieter, je server is kut. We ruilen kudo's, maar we krijgen niks. Nee, de map is kut. Dat zegt die villager net ook. Ja. Ja, en nu? We've got a problem. Ik heb hier nog... Wacht, ik kijk naar mijn kills eventueel, want ik heb daar ook een idee bij. Dus, kijk, ze moet één waterbottle hebben en dan krijg je kudo's. Ja. En die drop ik nu. Ha! Ha! Kijk, er ligt bij hem nu. Wat? Ik pak een kop en dan verdwijnt hij meteen. What the fuck? Dus het hele kudo-systeem werkt niet, begrijp ik. Ja, nee, dus, denk ik niet. Peter dan is er maar één oplossing, de Pieter Chunker hack. Nee, een chunkertje doen. Ja, wat jij wil, jongen. We hebben alleen geen buttons. We must push the button. Waar moet je die plaatsen dan? Ik snap er niks van. Deze linkerkant, hier zo, kijk. Oh, wat ga je hem open doen? Oh, spinnen! Oké, dat poison is echt super kut. Iemand druk op de knop, ik ga er doorheen. Ik ook. Druk op de knop, Richie, kom op. Kom op, niet zo... Ik kan er niet bij, Richie, niet zo pushen als je tijger bent, kom op. Ja. Oh, ik sta in de fik, man. Richie nog een keer. Ik sta in de fik, help. Half hartje. Jongens, ik heb een half hartje en dan ben ik dood. Ah, doei. Ik lig in het water daar in ieder geval. Mocht je mijn lijk willen vinden. Richie, doe die deur open! Nu! Ja, snel, Richie, terug! Richie! Richie? Is gelukt? Ja. Sla maar eens één keer. Nee, dan ben je dood. Misschien is dat de bedoeling. Dan heb ik wel weer een diamond sword. Damn it! What the fuck deed jij nou, Pieter? Ik wou kijken, hij heeft een waterbottle, dus ik wou kijken of ik die kan traden voor echt zo'n ding. Ja, heb ik dit ook geprobeerd, alleen verdwijnt die. Wat zijn er toch ook rare jongens af en toe. Echt hè? Zo. Hout hebben we. Ja. Als je eten wil hebben, dus ligt nu iets van bijna 20 bread. Maar niet iedereen is dood, toch, daar? Ja. Nee. Alleen Pieter niet, hè? Pieter, je moet even gauw mijn items pakken daar binnen zometeen. Ja, dat gaat dus niet. Dat is echt super moeilijk. Ik wil hem werken. Ja, en daarom moeten we dus waarschijnlijk elke biome letterlijk uit gaan graven voor gear en zo. Dat is super kut, maar waarschijnlijk redden we dit niet als we niet full iron hebben. Weet je wat ik ga doen? Ik ga al mijn items hier droppen nu. Zo. Mijn muziek begint ook weer te spelen nu ik mijn items aan het droppen ben. Spannend! Hier, pak mijn items. Doe die deur open. Wauw. Oké, mijn muziek speelt weer. Ik kom je aan rennen, jij doet die deur open, ik pak die items en ik kom gewoon terug. Dat dit is gewoon. Het kleinste zwaard wat ik ooit gezien heb in Minecraft. Zien jullie dit? Wat de fuck muziek start in één keer? That's what she said. Richie, kijk hoe klein dit zwaard is. Size doesn't matter, right? What the fuck? Dit okay, zwaard. Oké, Richie, ik kom eraan. Doe die deur open. Pieter, wacht even. Voordat je een deur open doet, Richie. Pieter. Daar verderop. Weet je nog waar het fout ging? Ik ga jouw items gewoon halen. Ik ga gewoon rennen, ik haal ze gewoon. Dat lukt mij wel. Waarom vlieg je? Ik vlieg niet. Nee, vlieg helemaal niet. Oh. Je ziet ze gewoon vliegen, David. Doe ze maar open. Ik ga dit halen. Ik ook. Oké. Pieter eerst. Waarom moet dat stomme ding mij hebben? Rits, stop je open nu. Go. Oh, ja, kom dan. Open. Ja, doe eens open, Richie, heel snel. Ja, komt ie. 3, 2, 1. Pieter, nou, dat ging goed, Pieter. Ja, blijf open doen. Twa. Ja, items liggen heel diep onder water trouwens. I know. Mini zombie. Waarom sta ik in de fik? Wat is dit? Ga naar het water toe, Oh, no, never mind. I'm good. Maar waarom stond ik in de fik, in godsnaam? Geen idee. Hoeveel voet heb je nog? Full bar, zeker? Ja, dat is even een kwestie van wachten. Maar jouw items liggen dan ook, Pieter. En die van mij nog. Ja, mijn items heb ik allemaal gedropt. Ja, die heb ik allemaal. Godverdomme. Maar waarom...
Waarom ging ik in de fik? Zijn hier soms dispensers of zo? Zou misschien? Best kennen. Ik word een of misschien heeft zo'n zombiebos een enchanted geval of zo. Het wordt wel steeds moeilijker, moet ik zeggen. Ik bedoel, vorige dungeon was wel te doen, weet je. Ik bedoel, we hebben gewoon YOLO mode gewoon gedaan in principe. Ja, maar dit is gewoon, zoals ik al zei, het wordt steeds zwaarder. Je hebt hier ook 250 kills voor nodig. Voor mij is dit echt iets... 250 kills, hé! Dat hebben we nog ja, niet... Ja, maar kijk hoeveel we nu ondertussen al hebben weer. Hé, hey, maar wat nou als we hier gewoon een farm van maken? Dat we zeg maar zo doen. Kijk! Hé! Hey, slim! Je hebt wel een erg klein zwaard, David. Dat zei ik ook al, dit is echt drie keer niks. Hé, hey, maar kom, doe dat ding open! Hak dit ding weg! Wie heeft een pickaxe? Iemand? Ik heb een pickaxe. Nou, die hak ik. Oh. Wat? Ja, doe maar. Hakken. Oké, en open doen, nu! Ik ben binnen! Grote explosie, boeit niet. Wow, dat ligt echt diep hier, joh. Wow, wat een drukte hier, joh. Jullie, het is heel druk daar. Spinnen kunnen zwemmen. Oh, spinnen ja, kunnen zwemmen, schijnbaar. Daar ging David. Hoe doe ik dat weer dicht, Fax? Oh, lever, oké. Wisten jullie dat spinnen kunnen zwemmen? Hou hem open, ik kom terug, ik heb items. Hou hem open. Ja, hou hem open. Kan die dicht? Ja, nu. Hoeveel items heb je? Ik heb in ieder geval weer een diamond sword. Richie, houd het bij. Oh, wat een zenuwspel. Oké, okay, ik kan niet alles dragen. Ik moet even terugbrengen. Ja, ik kom eraan. Ik ben net een rugzak, wat dat betreft. Komt eraan. Momentje. Ik ben er al. Pak maar. Wat moet ik pakken? Ja, dat wat hier ligt. Maar dankjewel. Hier, ik heb hier nu een tweede diamond sword, dus... Kijk, jongens, deur open. Nee. Ho, stop, wacht. Dat doen we de volgende aflevering. Dit hele YOLO gebeuren gaat goed en gaat niet goed en gaat goed en gaat niet goed. Ik word daar helemaal scheidsziek van. Nou, oké, hoor, dat doen we in de volgende aflevering. Pieter, wat vinden ze allemaal op Chucker Games? Van alles en nog wat. En epische dingen en niet-YOLO dingen. En tutorials en leerdingen. En van alles, allemaal soorten dingen en zo. En hele toffe dingen. Dus klik op subscribe hier ergens onder in de beschrijving. Staat mijn linkje. Ja, dat dus. Cool. En Richie, vertel, Wumbo Games, waar staat het voor? Wumbo natuurlijk. Wumbologie. Ja. Geen hosting en dat soort dingen. Zou het nog over hebben. Oh, ja. Kort. Oh. Mag van mij. Okay. Ja, hosting. In de beschrijving staat erop. Dan kan je klikken en dan zie je de prijzen. En dan kan je zelf zien wat je allemaal nodig hebt. De prijzen staan niet in de beschrijving. Maar het is heel simpel. Als jij je eigen Minecraft server wil, zoals de DDG server. Of gewoon lekker voor vrienden. Ga naar wimblegames.nl. Daar kijk je even wat het beste bij jou past. En dan kun je het gewoon lekker bestellen. Richie doet dat. Dat is een betrouwbare YouTuber. Dus komt helemaal goed. En Pieter loopt te derpen, want hij wil graag naar binnen. Dat doen we de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doe even een like op deze video. Abonneer op de Zaterdag Games. Tot de volgende keer. Doeg.